Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag, allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Dank u wel. Was u zenuwachtig eigenlijk voor deze avond? Wat dacht u? Ja? Ik doe dit voor het eerst. Dat wil zeggen, burgemeester worden van Den Haag. En dan zoveel mensen die allerlei aardige dingen toewensen. Mijn ouders zijn er, beste vrienden. Weet je, dan en je raadzitter, dat zijn toch mijn nieuwe bazen. Dan mag je wel een beetje zenuwachtig zijn en dat was ik ook. Maar is het dan plankenkoorts of denkt u van, ik weet eigenlijk wel dat het wel goed komt, maar toch? Nee, plankenkoorts. Plankenkoorts en dat hoort erbij. Volgens mij boek je, maar dat geldt voor in meer werksituaties, beste succes als je er een beetje gespannen in zit en een beetje extra je best doet. Dat heb ik geprobeerd. U heeft gisteren afscheid genomen van uw stad, Utrecht, waar u een groot deel van uw leven heeft gewoond, gewerkt, ja. Waar u op handen werd gedragen. Ja, hoe erg zal u deze stad gaan missen? En u heeft natuurlijk veel te verliezen, dacht ik ook. Ja, maar een beetje, ik ben 58. Ik heb Utrecht zit in mijn hart, blijft in mijn hart. Dat is ook, maar dat geldt ook voor Edam, waar ik ben opgegroeid. En Amstelveen, waar ik een aantal jaren heb gewerkt. Die zitten in mijn hart, in mijn hoofd. Daar ken ik heel veel mensen. Nee, maar ik heb op mijn 58 gedacht, en ik dacht al eerder ook aan Den Haag. Ja, dit ga ik doen, dit ga ik nu proberen. Ik vind dat ik na 30 jaar Utrecht dit mag doen. En ik kan nu nog bijdragen. En misschien is het over 3, 4, 5 jaar weer anders om dan nog te beginnen. Dat is gewoon een hele rationele, tegelijkertijd emotionele afweging geweest. Want Jaap Smit, de commissaris van de Koning, zei hij stapt uit zijn comfortzone. Zo is het. En u bevestigde dat. Zo is het. Ik stap uit mijn comfortzone, want ik had het in Utrecht geweldig en geweldig naar mijn zin. En ik hoop dat hier ook te krijgen, maar bovendien hoop ik hier te kunnen bijdragen aan de stad, aan die gemeenschap. En daar begin ik vanaf morgen mee. En u begint er ook mee, want u zei dat ook in uw toespraak. Het Rijk, hè, de bezuinigingen van het Rijk, daar maakt u nu vanavond ook al een punt van. U zegt Zeker. Eigenlijk, het Rijk moet de gemeente helpen, financieel bijstaan. Stutten, ja. Ik ben morgen, maar dat is maar een klein deel van de dag. Want uit mijn hoofd gezegd begin ik morgen op de fiets. Onaangekondigd hoor, ik ga ook niet zeggen waar ik heen ga, want ik wil gewoon kijken en luisteren en zien wat mensen doen en wat ze beweegt. Maar ik ben inderdaad volgens mij rond het middaguur op het Binnenhof om samen met heel veel andere mensen namens 355 gemeenten tegen het Rijk te zeggen, kom op zeg, we hebben jullie gesteund toen jullie het moeilijk hadden, jullie moeten ons steunen. Het is echt als het gaat om jeugd, om het sociaal domein, is het echt mis, je moet ons structureel steunen. En daar kwam de coronacrisis nog bovenop. Het is voor gemeenten echt niet meer te doen. En jullie hebben ons hart nodig. Dat ga ik samen met heel veel andere mensen zeggen. Maar verder ben ik dan de hele dag weer burgemeester van Den Haag. Wat vreest u het meest? Hoge verwachtingen. Zeker na vandaag. Mijn hemel, er zijn allemaal dingen gezegd. Dan denk ik, ik ga gewoon aan het werk. Ik ben geen tovenaar. Ik ben geen wonderdokter. Ik ga gewoon samen met de gemeenteraad, met de wethouders, met heel veel medewerkers en volgens mij ook met heel veel enthousiaste, actieve bewoners en ondernemers aan de slag voor Den Haag, met Den Haag en sinds vannacht ook in Den Haag. En dat groen-gele bloed, dat gaat wel door uw aderen stromen? Dat ga ik nu ophalen. U gaat aan de sjouw in de stad? Ja, vond ik zo'n mooie uitspraak van Wim Deetman, dat zeg ik gewoon. Nou, dank u wel en veel succes. Graag gedaan, dank u wel, heb ik nodig.